De ene handelssector is de andere niet. Daar waar tijdens de eerste lockdown praktisch alle sectoren te kampen hadden met de impact van COVID, zien we nu verschillende ontwikkelingen per sector. In de breedte zijn de vooruitzichten licht positief. Hoewel de snelheid van vaccinaties of een derde golf niet te voorspellen is, geldt op mondiaal niveau dat we een herstel van de economie voorspellen. Zij het nog niet genoeg om terug te keren op het niveau van 2019. En een groot deel van deze groei wordt gedreven door China. Achteraf gezien was het aantal besmettingen in China afgezet tegen het aantal inwoners niet eens zo heel groot. En bovendien blijkt een centralistisch regime waar privacy niet heel hoog op de agenda staat, erg effectief om verdere besmettingsgolven te voorkomen. En dat heeft het mogelijk gemaakt dat China als economische motor, met name op gebied van export, weer aanstaat sinds midden 2020. Maar ook in Europa zien we dat in veel sectoren de impact van de tweede lockdown geringer is dan die van de eerste. En dat we ons als economie in die paar maanden dus kunnen aanpassen aan de situatie. Vanzelfsprekend geldt dat niet voor sectoren als de luchtvaart, toerisme, horeca. Die zitten vooralsnog in een behoorlijk hopeloze situatie. We maken ons zorgen om die sectoren. Maar bijvoorbeeld ook om de textiel- en kledingsector. Niet alleen hebben zij te maken met omzetdaling, maar ook met een verslechterde schuldenpositie. Uiteindelijk rijst de vraag, wat is er na COVID nu echt veranderd? En wie nadenkt over de veranderingen in zijn eigen directe omgeving, herkent waarschijnlijk vooral trends die eigenlijk al waren ingezet voor COVID. Een betere work-life balance, minder files door thuiswerken, online shopping, paperless office met digitale handtekening, en natuurlijk aandacht voor een duurzame wereld en duurzame energie. Dankzij de enorme spaartegoeden bij consumenten is een forse impuls te verwachten zodra de lockdown echt voorbij is. Maar niet alle gemiste uitgaven kunnen ingehaald worden. En de grootste vraag is wellicht of ons reisgedrag ook echt veranderd is of niet. De recessie heeft gezorgd voor een daling in het absolute energieverbruik. En daarmee in een vertraging van de verduurzaming. Maar de verwachting is dat dat pad vanaf 2021 weer wordt voortgezet. Al met al blijven de kredietrisico's in praktisch alle sectoren op een relatief hoog niveau. En is een toename van het aantal faillissementen te verwachten. Er is in de verschillende delen van de wereld, en dan met name in de zogenoemde advanced economies, sprake van een lichte verbetering van vooruitzichten in met name agri-food en automotive. Dat beeld zien we ook terug in Europa. Lichte verbetering vooral in de automotive sector, maar daarnaast ook toegenomen zorg voor textiel, kleding en transport. En bij transport met name alles wat aan de luchtvaart verbonden is. Het blijven spannende tijden. En daarom houden wij u graag zo goed mogelijk op de hoogte van wat er speelt in de verschillende landen en verschillende sectoren. Volg ons op social media en schrijf u in voor onze nieuwsbrief om goed en geïnformeerd zaken te doen.